Boekenberg, heel gretig de eerste helft. Goed gestart. We hadden nogthans besproken van te proberen gretig uit de kleedkamer te komen en ervoor te zorgen dat we goed van start zouden gaan. Want het is al een paar keer geweest dat Boekenberg als diesel start. Maar dat was er vandaag niet om te zien. En ze kwamen direct 5-1 voor. En we hadden het moeilijk om ons spel op te dringen. En verdedigend hadden we het moeilijk om het dicht te houden. En dat resulteerde in een 15-8 ruststand eigenlijk. En dan een tweede helft veel meer lef getoond. En ik ben wel tevreden over de eindstand. Ze hebben wel laten zien in de tweede helft dat ze wel terecht op die derde of die vierde plaats staan momenteel. Ja, AKC Luma heeft ook gewonnen, dus die springen nu boven jullie. Ja, dat klopt. Maar we moeten zelf winnen van Rivieren of gelijk spelen. We moeten één puntje halen. En we zien dan wel waar dat we stranden, want ook AKC moet tegen Borgerhout. Ook geen gemakkelijke wedstrijd voor hun. En of dat we nu derde of vierde zijn, dat maakt mij uiteindelijk niet zo heel veel uit. We kunnen toch niet tegenstellen op dit moment. En ik vind dat we verdienen van derde te zijn na de terugronde die we gespeeld hebben. Maar we zullen zien waar we stranden. Ja, wat verwacht u van de wedstrijd tegen Riviera? Ja, ik verwacht een heel gretig Riviera, alhoewel dat ik nu hoor dat ze zeker de Lotto Arena spelen. Dus ja, het is een beetje duaal hoe dat zij gaan komen. Gaan zij Mitch vol laten spelen of niet? Of gaan ze die wat sparen richting de Lotto Arena? Maar ik verwacht ze eigenlijk wel op volle oorlogsterkte. En het gevaar is nu misschien wel dat ze vrij uit kunnen spelen. Er zit geen druk niet meer op voor hen. Ze zijn nu zeker van de Lotto Arena. En dat kan voor ons wel gevaarlijk zijn, want bij ons zit een druk er uiteraard wel op. Wij moeten en wij zullen één punt tegen Riviera moeten halen volgende week.